In deel 2 van de Code of Codding ga ik het met jullie hebben over gezichtsvormen. In deel 1 heb ik het gehad over de kniplijnen. Maar wil je nu de juiste coupe bij je klant bepalen, is de gezichtsvorm heel erg belangrijk. Hoe kan je er nu het beste naar kijken? Wanneer je je klant hebt, kam je al het haar naar achteren en ga je voor de klant zitten. Dan komt de gezichtsvorm het beste naar voren. Nou, waar moet je nu op letten? Op de brede en op de smalle punten in het gezicht. Als je dan goed gaat kijken, dan zal ze dus een gezichtsvorm hebben, één van hier gemeld, of juist een combinatie van twee. Want het hoeft niet per se te zijn dat het allemaal maar één gezichtsvorm is. Het kan een combinatie zijn. Maar hier hebben we ze allemaal op een rijtje. Eén voor één ga ik ze met jullie doornemen. Als we dan gaan kijken naar de eerste gezichtsvorm, dat is de ronde gezichtsvorm. Nou, wat is nou kenmerkend? Hè? Het is overal even breed. Op de kaaklijn, op de voorhoofd, de kin. Het is echt een ronde vorm. Die herken je ook zo uit duizenden wanneer je het haar naar achter hebt gekampt. Nou, wat kan je nu wel en wat kan je nu niet doen? Kijk, een kort kapsel kan prima bij een gezichtsvorm. Maar let er dan op dat het volume bovenop zit, waardoor je het gezicht wat langer trekt. Ga geen volume creëren aan de zijkant, want dan maak je het hoofd alleen maar breder. Wanneer je klant een langere lengte wilt, kan dat ook goed. Alleen geef ik dan het advies om niet met een volume te feunen. Want wat ik net ook al aangaf, je wil niet het brede gedeelte nog breder maken. Laat dan het lange haar wat sluiker langs het gezicht vallen omdat het dan juist wat smaller maakt. Als we dan gaan kijken naar de tweede gezichtsvorm, het ovale gezichtsvorm, deze wordt gezien als de meest perfecte gezichtsvorm. Waarom? Alles kan hierbij. Een kort kapsel, een lang kapsel, een kapsel met volume, sluik, alles past bij een ovale gezichtsvorm, omdat het helemaal in evenwicht is. Nou, het is natuurlijk super mooi om het uit het gezicht te dragen, omdat dan juist die gelaatstrekken naar voren komen. Dus vermijd kapsels met heel veel haar in het gezicht, want dan ga je juist die mooie ovaalvorm van het gezicht ga je verbergen. Dus uit het gezicht, maar voor de rest kan alles. Als we gaan kijken naar de volgende gezichtsvorm, komen we bij de vierkante gezichtsvorm. Nou, wat is nou typerend voor een vierkante gezichtsvorm, is dat de jukbeenderen even breed zijn als het voorhoofd en dat de kaaklijn ook wat breder uitloopt. Dat zie je hier ook goed op de foto. Nou, welke koep past nu het beste bij een vierkante gezichtsvorm? Je kan prima met een kortere lengte kan je werken, maar dan zou ik wel het advies geven om wat haar in de nekpartij naar voren te laten komen, zodat je die Kaaklijn wat zachter maakt. Langere lengtes kunnen ook prima bij een vierkante gezichtsvorm. Maar let er altijd op wanneer een gezichtsvorm breed is, dat je hem daar smaller zou maken. Dus bijvoorbeeld een ronde ponypartij zou ook prima kunnen omdat je dan juist dat vierkant dat breder wat smaller maakt. Wat zou ik niet doen? Is een boplijn recht op de kaaklijn, want dan benadruk je juist die kaaklijn. Wanneer we gaan kijken naar een rechthoekige gezichtsvorm, dan is het eigenlijk een lang vierkant. Dus ook nu is de kaaklijn wat breder, het voorhoofd is wat breder, alleen het is een iets langere gezichtsvorm dan bij vierkant. Hierbij geldt hetzelfde. Je wil wat meer zachtheid creëren. Langere lengtes kunnen, kortere lengtes kunnen, maar let erop dat je dan met laagjes gaat werken. Want gelaagd haar, ook een beetje in het gezicht, zorgt voor zachtheid. Typerend bij een hartvormige gezichtsvorm is dat de kin juist heel smal is en het bovenste gedeelte is wat breder. Dat geeft echt die hartvorm in het gezicht. Nou, wat ik al eerder aangaf, smallere gedeeltes wil je dus juist breder maken, brede gedeeltes wil je juist smaller maken. Dus wanneer we hier met een hele korte koep zouden gaan werken, dan komt juist die kin heel sterk naar voren. Ik zou dus adviseren bij deze gezichtsvorm om een wat meer op een lengte lijn te gaan werken. Daar wat volume creëren met het haar en juist bovenop wat smaller houden. Het smalle gedeelte maak je dan wat breder, het brede gedeelte maak je dan wat smaller. Typeren bij een diamantvormige gezichtsvorm zijn dat de jukbeenderen het breedste zijn. Het is een combinatie tussen de hartvormige en de ovale gezichtsvorm. Wat is dan super mooi bij een diamantvormige gezichtsvorm, is dat ook de haren uit het gezicht zijn. Want het zijn hele mooie glaasstrekken. Dus je kan met lang, met kort, je kan met alles werken. Maar ook nu weer ga niet met het haar in het gezicht werken. Want hier heb je te maken ook met een hele mooie glaasvorm. Wanneer we gaan kijken naar de laatste gezichtsvorm, hebben we te maken met een peervormig gezicht. Het is eigenlijk het hartje omgekeerd. Want we hebben het smalste gedeelte bovenop en we hebben het breedste gedeelte op de kaaklijn. Maar als je nu daadwerkelijk bij je klant goed gaat kijken naar de gezichtsvorm, ga dan niet tegen je klant zeggen, oh, uw gezichtsvorm is een beetje peervormig. Want daar wordt een klant namelijk niet vrolijk van. Wat je dan gaat zeggen, van, ehm, bovenop is het wat smaller. Onderop is het wat breder en daar gaan we mee werken. Want smallere deeltjes willen we juist wat breder gaan maken, zodat die gelijk is met de kaaklijn. En de kaaklijn willen we juist wat smaller maken, want die is wat breder. Op die manier ga je dan het adviesgesprek met je klant ga je aan. Maar als we dan gaan kijken naar de koep, dan zou ik het advies geven: geef volume aan de zijkant, zodat die wat meer gelijk komt met de kaaklijn. Geef wat volume uh, bovenop. Geen ponypartij, want daarmee maak je het nog kleiner en laat je de kaaklijn meer naar voren komen. Dus met een peervormig gezicht. Ook nu de smalle gedeeltes maak je breder, de brede gedeeltes maak je smaller. Dit is de manier waarop je naar de gezichtsvorm gaat kijken van je klant. En dit kan je dan heel goed combineren met je kniplijnen uit code of coding nummer 1. En de volgende film die ik voor jullie ga opnemen is daadwerkelijk een lijn die ik ga knippen op een dolheid. Dat ik ga kijken naar de gezichtsvorm. Nou ja, op een dolheid is het maar één gezichtsvorm. Maar dat ik dan daadwerkelijk die kniplijnen helemaal in de koep ga plaatsen. Dus abonneer je. Hou de volgende code of coding in de gaten. Want nummer 3.